De Versluis Cyclocross, ook de ereprijs Paul Herreigers genoemd. In Bredene staat een scooter klaar voor de winnaar. Eerste keer over de balkenwippen, Zlamalik leidt voor Nijs en de Nieuwelaren. Spanning ook bij Fonske Wouters, één dag na Loenhout, waar Nijs viel na mislukte wissel. Ook bij mechaniciens is er druk in deze periode. Enorm, hè? Zeker op bepaalde momenten en zeker als het dan in volle finale is. Fonske Wouters, hoe voel je je nu? Nog altijd niet op de best, nee. Nog altijd niet best. Dus het ergste wat een mechaniciën kan meemaken? Ik denk het wel, hè. Ik denk het wel, ja. Ik denk het wel. Bredene is een strijd tussen de drie tenoren. Half koers in de zandbak, Albert op kop, voor Nijs en Stibar. Hoe groot is de druk op een mechaniciën? Dat is altijd groot. Ja. Is daar, ik laat je werken. De renners zijn in aantocht. Waar zit de Belgische kampioen? Kijken, kijken, kijken. De Belgische kampioen zit op kop en gaat instructies geven. Hij wil meer druk op de banden, net als gisteren in Loenhout voor de eindsprint. En dan komt die wissel. Alles verloopt perfect. De bal is gebroken bij mechanicien en renner. De eerste cross is altijd de ergste. De dag nadien, dat is nu achter de rug. En in baal proberen we gewoon de draad weer op te pikken en dan is alles weer vergeten. Stibar, Albert, Nijs zorgen voor spanning tot op de streep en dan materiaalpech bij ons. De smartphone brengt redding. U ziet Stibar de sprint winnen voor Sven Nijs. En dus op het podium in Bredene de grote drie, Nijs, Stibar en Albert.